Deze conceptquiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen, zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Deze vraag gaat over de eenheid die een bepaalde constante heeft in een formule. En om die eenheid te gaan achterhalen, helpt het door de formule eerst om te schrijven, zodat de stand staat constante is. Nu ga ik eens kijken of ik weet wat de eenheid is van p en wat de eenheid is van v tot de macht 3. Nu was de eenheid van p al gegeven in de tekst. En de eenheid van v weten we natuurlijk ook, want het is de snelheid. En de eenheid van snelheid is meter per seconde. Ga ik v tot de macht 3 doen, dan krijg ik dus ook meter tot de macht 3 gedeeld door seconde tot de macht 3. En dat is hetzelfde als meter tot de macht 3 maal seconde tot de macht min 3. Die twee eenheden ga ik eens invullen en dan krijg ik het volgende. De eenheid van de constante is dan gelijk aan wat er rechts van het is-teken staat. Ik kan het een en het ander vereenvoudigen. De seconde tot de macht 3 valt boven en onder weg. Ik kan ook nog een metertje tegen elkaar wegstrepen boven en onder en dan krijg ik eruit kilogram gedeeld door meter tot de macht 2. En dat is natuurlijk hetzelfde als kilogram maal meter tot de macht min 2. Vraag 2. Ik kan in de grafiek mijn meetpunten verbinden met een rechte grafieklijn. En de c-waarde die gevraagd wordt is niets anders dan de steilheid van deze grafieklijn. En om de steilheid te bepalen maak ik een driehoekje zoals ook hier is getekend. En ik lees af hoe groot het verschil op mijn y-as is, delta e, en hoe groot het verschil op mijn x-as is, delta t. En de steilheid c is niets anders dan delta e gedeeld door delta t. Daar komt uit 75. Moet je altijd even goed kijken naar de eenheid. Want ook voor de eenheid van c geldt dat die gelijk is aan de eenheid van de grootheid die op de y-as is uitgezet, gedeeld door de eenheid van de grootheid die op de x-as is uitgezet. Dus dat komt uit 75 joule per seconde. Vraag 3. Bij vraag 3 moeten we een vergelijking omschrijven en uiteindelijk moet er komen te staan r tot de macht 3 is. En dan helpt het al enorm door te beginnen met het omdraaien van de breuk aan allebei de kanten van het is-teken, want dan heb ik die r tot de macht 3 heb ik links al boven de breuk staan. Dan moet ik nog een tweede stap doen en dat is links en rechts vermenigvuldigen met t kwadraat. En dan krijg ik links van het is-teken dat die t-kwadraat wegvalt boven en onder. Dus daar ben ik dan mooi vanaf. En aan de rechterkant van het is-teken komt t-kwadraat erbij te staan. En ik heb mijn antwoord. Vraag 4. Ik heb hier een tabel met twee grootheden, grootheid x en grootheid y. En de vraag is om te achterhalen welk verband er bestaat tussen grootheid x en grootheid y. Wat dan helpt is om bij de grootheid x te zoeken naar twee waarden, waarbij de ene waarde precies 2 of 3 of 4 keer zo groot is als de andere waarde. Nou, die heb ik hier gekleurd weergegeven. 4 is natuurlijk 2 keer zo groot als 2. Wat ik nu ga doen is kijken wat er dan gebeurt met de y-waarde als ik de x-waarde verdubbel. Als de y-waarde namelijk precies 2 maal zo klein wordt wanneer ik de x-waarde verdubbel, dan heb ik te maken met een omgekeerd evenredig verband. Wordt die y-waarde 4 maal zo groot, dan wordt het een kwadratisch verband. En ik kan zo nog doorgaan. Wordt de waarde op de y als 4 maal zo klein, dan heb ik te maken met een omgekeerd kwadratisch verband. En het kan ook nog een wortelverband zijn, dan wordt de waarde op de y-as wortel 2 maal zo groot als ik de waarde op de x-as 2 maal zo groot maak.
In de kolom met i-waarde ga ik van 71 naar 100 en 100 is precies wortel 2 maal 71. Dus ik heb hier te maken met de wortelverband. Vraag 5. Vraag 5 bestaat uit twee dia's. Ik wil een coördinatentransformatie gaan uitvoeren. Ja, dan moet ik natuurlijk wel eerst weten welk verband er bestaat tussen mijn x en mijn y-waarde. In dit geval zijn dat volume v en de druk p. Ik heb weer twee x-waarden gevonden waarbij de tweede x-waarde precies twee keer zo groot is als de eerste x-waarde. En ik zie dan dat de y-waarde precies twee keer zo klein wordt. En dit wijst er wel op dat ik te maken heb met een omgekeerd evenredig verband. Voor een omgekeerd evenredig verband geldt de volgende vergelijking. In dit geval is p op de y-as en v op de x-as. Dus dan krijg ik p is een constante gedeeld door v. Is hetzelfde als p is een constante maal 1 gedeeld door v. Is ook hetzelfde als p is een constante maal v tot de macht min 1. Nou, wat is nu de truc bij een coördinatentransformatie? Je zet op de x-as dan uit v tot de macht 1, min 1 in plaats van v. En dan krijg je dat al jouw meetpunten op een rechte lijn komen te staan. Dus op de x-as moet v tot de macht min 1 uitgezet worden. En ook de eenheid wordt aangepast, let er altijd goed op. In plaats van centimeter tot de macht 3 wordt het dan ook centimeter tot de macht min 3.